Ja, even over de formatie, vrienden. Ja, en hebben jullie naar die beelden zitten kijken? Weet je, als ze uit dat deurtje komen, dan hebben we die plasterk. Ja, hè? En dan werd dus een lange tijd, werd daar gewoon woep, heel hard voorbij gelopen door iedereen en geen commentaar. Maar sinds er getweet is en een beetje steken onder water en er is een beetje gelekt, sindsdien gaan we wat meer praten. Maar het is ook allemaal bedoeld als indekken, vrienden, zo moet je het zien. Want Wilders die vertelt dan, ja, nee, het is spannend en het staat veel op het spel en het wordt pittig, al die gesprekken. Ja, dat geloven we allemaal wel. Maar heb je gekeken, daar gaat het om, hè, in dit hele verhaal. Heb je gekeken naar een man die de hele tijd niks heeft gezegd en niet heeft getweet en niks heeft gedaan, naar Omtzigt? Heb je gekeken naar Omtzigt? Ja, dat gezicht, zoals hij erbij stond, dat vertelt eigenlijk het hele verhaal. Want hij zegt, ja, jullie hebben allemaal wel hele optimistische quotejes gehoord de hele tijd. Van, ja, de sfeer is goed en we zijn nog steeds aan het praten en we doen ons best. Hij zegt, die heb je van mij allemaal niet gehoord. Dus dat wil zeggen, hij is helemaal niet tevreden met zoals het gaat. Ja, dat staat hij daar te vertellen, die Omtzigt. En toen kreeg hij de vraag, en toen had je goed naar zijn gezicht moeten kijken. Hij kreeg de vraag, wat denkt u ervan? Wat denkt u van de kans van slagen? En toen kreeg je een tijdje, dit, Omtzigt. Ja, daar stond niet een man die zei, ja nee, dat gaat lukken en ik heb er zin in en de wil is er en we gaan het doen. Nee, wat is de kans van slagen? Dat is een lastige. Dat is een lastige, punt. Verder kwam je even niet, onze Omtzigt. Vrienden, dat vertelt het hele verhaal. En hij gaat nu ook praten, alleen maar voor het indekken. Dat is nu begonnen, het indekken. Want straks, als het misgaat, ja, dan krijgen we het wijzen naar elkaar. En dan gaat het erom, wie geven we de schuld? Ja, en wie krijgt de schuld? Ja, want wie de schuld krijgt, die is de pineut. Ja, bij de volgende verkiezingen. Dus vandaar, dat speelt nu allemaal een enorme rol bij dit hele gebeuren. Vrienden, nee, ik heb het al eerder gezegd. Ik heb er niet zoveel vertrouwen in. En nog steeds niet. Hey, Den Haag.